Hallo medegamers en welkom bij de PlayStation Plus Games video van de maand maart in 2016. In deze video bespreek ik de op de PS4 te spelen games, welke soms ook speelbaar zijn op de PS Vita en of PS3. Als dat zo is, zet ik het erbij. Ik beoordeel de games op hun fangehalte, opgewogen tegen alle andere games die je op dit moment hebt. Kortom, ik kijk of de games goed genoeg zijn om je tijd en aandacht aan te geven. De eerste game voor de PS3 is Super Stardust HD. Deze game bood destijds een leuke vernieuwing op de klassieke arcade game Asteroid. Deze game heeft hele hoge cijfers gehaald en is ideaal als je kikt op het bestijgen van leaderboards. Ik vind het zelf best een geinige game en er zijn mensen die dit soort games veel toffer vinden dan ik en het ook veel langer kunnen spelen. Dus als het je wat lijkt, probeer het zeker uit. De tweede game is The Last Guy. En na een review ervan gekeken te hebben, kan ik nog steeds niet echt voor mezelf inschatten of dit iets is wat ik leuk zou vinden. Iedereen is een zombie geworden en je speelt er zelf ook een. En het is je doel de laatste mensen die nog niet in een zombie veranderd zijn te redden. De reviews zijn best goed en ze vertellen allemaal dat het een hoog verslavingsgehalte heeft. Dus het kan geen kwaad om het uit te proberen, denk ik. Er zijn ook twee games voor de PS Vita uiteraard, maar slechts één daarvan is exclusief voor het platform. En dat is Reality Fighters. Die game heb ik ooit gewonnen en ik kan je deze game werkelijk alleen maar aanraden als dit 1. Je allereerste vechtgame ooit is, want als je ooit een andere hebt gespeeld was die 100% zeker leuker dan deze. Of als je je PS Vita net hebt gekocht en je hebt nog geen één ander spel. Als je niet aan één van deze condities voldoet, lekker links laten liggen. Dan gaan we nu over tot het echte werk. De eerste game die ik behandel is eentje waar zeker een aantal mensen naar uitkeken, Galaxy. Ook deze game biedt een nieuwe kijk op de Asteroid game, alleen blijft deze qua looks en gevoel wat dichter bij het originele werk. Het is dan ook gemaakt door ontwikkelaar 17-bit, welke als uitgangspunt heeft games te maken die lijken op die uit het 16-bit tijdperk. Als je de game begint voelt het daarom ook gelijk vertrouwd, tenminste als je een gamer bent die al wat ouder is. Galaxy schudt de bekende formule aardig op. Om te beginnen heeft het een verhaal, welke ook nog eens voorzien is van grappige dialogen. Jij speelt als Atak, een beginnende piloot. Je vloot werd aangevallen en jij bent de laatst overgeblevene. Een jonge vrouw genaamd Beam maakt radiocontact met je en leidt je naar haar ruimteschip. Daar kom je erachter dat de levensmiddelen er schaars zijn, waarna jullie een gezamenlijk doel stellen, het repareren van het schip. En hier begint jouw avontuur. Een avontuur waar je constant op scherp staat om niet in een exploderende hoop schroot te eindigen. Want als je dat wel doet, mag je mooi opnieuw beginnen. De game is namelijk opgedeeld in 5 seizoenen, welke weer opgedeeld zijn in 5 missies. Je moet 1 zo'n seizoen in 1 keer uitspelen, zonder dood te gaan, anders moet je het opnieuw doen. Je raakt ook al je wapens, upgrades en je schroot kwijt, waar je de voorgenoemde 2 van kan kopen, zelfs als je een seizoen uitspeelt. Het enige wat je dan behoudt zijn de blauwafdrukken, welke ervoor zorgen dat je überhaupt de optie hebt om nieuwe upgrades te kopen en andere career unlocks zoals ze het zelf noemen. De game zelf speelt heerlijk en het is werkelijk een hommage aan de tijd dat je games nog speelde puur voor je plezier. Niet voor trofeeën, niet voor virtuele opschepredenen, maar voor jou. Je schip is wel een stuk wendbaarder dan hij vroeger was. Hij kan vooruit, achteruit, driften, ontwijken en boosten. Dit alles zal je goed onder de knie moeten krijgen, want de vijanden in deze wereld zijn een stuk talrijker dan je bondgenoten, om het zachtjes uit te drukken. Desalniettemin is deze game niet voor iedereen, en ik weet ook niet of het een plekje verdient in je digitale gamekast, omdat de game niet universeel aantrekkelijk is. AKA, het is een game voor een heel specifiek publiek. Ook is dit niet per se een game waarvan de algemene PS4 gamer hem nou zo graag zou willen hebben. Daarom geef ik de game een 50-50 en laat ik de keuze in zijn geheel aan jou over. Als je weinig hebt met het genre of met games van weleer, is dit waarschijnlijk niks voor jou. Is dat echter wel het geval, dan zal deze game genieten geblazen zijn. De volgende game is Flame Over. Ik ga jullie even wat beelden laten zien van deze game en niks zeggen. Kijk, ik probeer bij iedere game een beetje tot het einde van mijn verhaal te verhullen of het een ja of een nee wordt. Maar sommige games maken het me zo fucking moeilijk. In deze game speel je een brandweerman. Uiteraard doe je wat brandweermannen doen. Brandjes blussen en mensen en katers redden. Ook al zitten deze katers niet in bomen, maar vooral in kantooromgevingen. Het lijkt me niet verrassend,
als je een stoer beeld hebt bij brandweermannen. Dat beeld zal echter ruimte moeten maken voor dit schattige manneke. De game mechanics op zich zijn pretty solid. Met R2 maak je gebruik van de slang om branden te blussen en met L2 van de brandblusser. Die eerste maakt je omgeving beter nat en die laatste heeft een wijdere spuithoek, maar spuit minder ver. Daarnaast heb je ook nog andere dingetjes zoals een waterbom die je kan gooien om een groter gebied onder te dompelen. Je kan ook niet te lang in een kamer met vuur blijven. Er bouwt een metertje op die je vertelt hoe verstikkend het vuur is. Er komt echt wel wat denkwerk bij kijken, aangenomen dat je de moeite wil nemen om ver te komen in dit spel. Je hebt inmiddels genoeg beelden gezien. Het is by no means een slechte game, maar wel eentje waarvan ik 100% zeker weet dat ik hem niet nog een keer op ga starten. Ik, en ik durf te wedden met mij vele anderen, hebben een hoop interessantere games te spelen. Deze game krijgt dus een nee, niet downloaden stempel. De laatste game is de game die is gekozen door de community, Broforce. Ik kan best kort zijn over deze game. Broforce is een nogal chaotische recht voor zijn raap game. Gelukkig is die chaos wel gecontroleerd. Je bent na een paar drukken op de knop door het menu heen wanneer de woeste actie begint. Ik had de trailer van deze game gezien en ik verwachtte dus eigenlijk meteen een gelijkwaardige cacophonie aan explosies te zien en te horen. Maar de game werd tot mijn verrassing veel rustiger opgebouwd dan verwacht. Je speelt met een gewelddadig gezelschap van bros. Deze zogenoemde bros zijn gewoon personages vanuit de popcultuur. Zo maken Judge Dredd van Marvel, Bro Dredd, Snake, Will Smith van Men in Black, Robocop en vele andere bekende toch iets wat verwrongen namen hun opwachting. Ik kon er in ieder geval wel om lachen. Ze hebben allemaal één of twee eigen manieren van dingen opblazen of aan gort schieten. De manier waarop de game zijn tempo opbouwt is door levels die threat levels hebben. Hoe hoger de threat, hoe dodelijker de vijanden. Al zijn ze op het begin ook al best dodelijk, want één kogel in je borst en je bent verleden tijd. Nou klinkt dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet gek, maar wij gamers zijn wel gewend wat meer letsel dan dat te incasseren natuurlijk. Maar goed, een andere manier hoe ze tempo aanbrengen is met het uitdelen van bros met een steeds gruwelijke manier van pixels omleggen. Toen ik aan de game begon, vond ik het wat te makkelijk, maar dit gevoel zakte naarmate mijn levens dat ook deden. Je kan ook online dingen opblazen, maar dit kan ook local co-op. Local co-op gaat zonder enige vorm van pushpas. Een druk op vierkantje en je medegamer zit in de game. Verwacht veel naar je linker of rechterkant te schreeuwen, afhangend van waar hij of zij zit, uit frustratie van diens onvermogen niet op olietanks te schieten waar jij toevallig net naast staat. Online is ietsje trickier. Het lijkt alsof, omdat in- en uit games hoppen zo makkelijk gaat, dat mensen hier ook veel gebruik van maken. Ook lukt het een aantal keer niet in de game te komen of ik liep gewoonweg even vast. Als alles en iedereen naar behoren werkt kan het wel grappig zijn, maar lekker op de bank met vrienden heeft zeker mijn voorkeur. Je hebt ook nog een versus modus, maar je bent zo overpowered dat daar niet echt veel aan is. Als je elkaar wilt zieken of de baas wilt spelen, leent de co-op mode zich daar beter voor. Het is moeilijk in te schatten hoe lang deze game leuk blijft, hoe vaak je deze opstart nadat de volgende maand aanbreekt. Het is leuk, maar mijn voorspelling is dat je hier relatief snel op uitgekeken bent. Het wordt waarschijnlijk zo'n game die dan heel af en toe nog even opstart om gewoon even te dollen. Daarom krijgt deze game ook een 50-50 van mij. Ik ben bang dat ik langzaamaan de mening begin te delen van de mensen die het niet zo hebben op de PS4 games die we krijgen. However, ik zal ze altijd eerlijk blijven beoordelen natuurlijk, maar ik hoop gewoon dat Sony voor volgende maand wat games kiest die bij een wat breder publiek in de smaak vallen en met misschien een wat langere houdbaarheidsdatum, of ze nou indie zijn of niet. Maar goed, bedankt voor het kijken van deze video. Als je hem leuk vond, vergeet dan niet een likeje achter te laten. Daar ben ik altijd heel blij mee. En je maakt me nog blijer als je even op dat subscribe knopje drukt. Dan kan ik je namelijk meer van dit soort content voorschotelen. En dat is natuurlijk voor alle partijen leuk. Nogmaals hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende video.